Welkom bij het gesprek uit de regio. En vandaag zijn we hier in het Vondelpark in Amsterdam. En naast mij loopt, ja, ik kan wel zeggen, een legendarische figuur in de bokswereld, in de kickboxwereld. Mr. Don Clovis. Ja, nou, zo wordt hij genoemd inderdaad, ja. De naam Don werd bedacht door Paco Rabanne in Parijs. Dit is een gesprek, maar ik ga niet vertellen. Het is niet je echte naam, dus Don Clovis. Nee, het is niet mijn echte naam. Clovis is mijn echte naam, maar niet Don. Ja, en je komt oorspronkelijk, even voor de duidelijkheid van de kijkers die jou niet kennen, je komt oorspronkelijk uit Frankrijk, hè? Ja, ik kwam uit Frankrijk in Parijs. En toen kwam ik in Nederland 14 jaar geleden, voor 15 dagen. En na 15 dagen is 14 jaar geworden. Ja. Ben ik nu gewoon Nederlander. Nederland beviel zo goed. Je dacht van, hey, daar moet ik gewoon blijven, in Amsterdam. Ja, dat wel. Ja, ik moet wel zeggen dat het laatste jaar minder is geworden. Maar ik blijf toch weer. Ja. Ja. Hey, het is best wel moeilijk om jouw hele leven samen te vatten. Hè? Want je hebt eigenlijk zoveel uiteenlopende dingen gedaan. Ik noemde ze net al, ja, je bent manager geweest van kickboxers, K1 kampioenen. Maar laten we even bij het begin beginnen. Het begin van jouw carrière is eigenlijk je zangcarrière in Frankrijk. Ja. Kun je dat eens vertellen hoe dat ging? Nou, zo'n carrière toen ik 9 jaar was. Dat is twee keer gebeurd, toen ik 9 jaar en 11 jaar oud was. Dan ben ik weggelopen omdat ik wou toen in die tijd rock'n'roll zanger worden. Weggelopen van huis? Ja, weggelopen van huis. En ja, mijn familie die wou niet. En die wou gewoon dat ik zoals iedereen op school lekker zit, boekhouder worden of metaalarbeiders en zo. Dat zag Clovis niet zitten? Nee, echt niet. Echt niet. Dan was ik een rebel al. Dat ben ik nog steeds. En toen ben ik weggelopen, kinderen thuis geplaatst en zo. En eindelijk na 3-4 jaren, toen ik 14 was, maakte ik eindelijk dan mijn eigen rock'n'roll plaat in Frankrijk. En zo ben ik begonnen. Zo is mijn carrière begonnen in feite. In had je daar had je een hit mee, hè? Daar had je een hit mee in Frankrijk. Ja, in het begin dat was meer lokaal, omdat we hadden niet de mogelijkheden zoals nu met televisie, nationaal tegelijk en zo, via regionale tv en zo. Ik had inderdaad een hit. En dat was een versie van Surfing Bird. En in 66 was het, dat vergeet ik nooit. En daarna werd landelijk, ik ging naar een andere groep. En toen werden wij bekend. En op een televisieprogramma in Parijs ontmoette ik een vriendin van Rick van der Linden, van de groep Exception. En de drummer Dennis Whitbread in die tijd. En die vroeg mij, waarom kom je niet 15 dagen in Nederland? Ja. Gewoon bezoeken. Ik zei, nou, te gek. Deed ik dat. En ik, zoals ik net zei, ik ben niet gebleven van Amsterdam echt te gek. Maar dat was de beste jaren, denk ik, dat ik meegemaakt heb. Ja. Jaren 60 en 70 in Nederland, dat waren de beste. Dus vanaf 1966 woonde je ongeveer in die tijd ongeveer in Nederland, hè? Dat ja, dat in 69, een jaar illegaal, zoals iedereen. Ja. En toen je gaf werk zoeken. Wat deed je dan? Want je had natuurlijk je zangcarrière op een gegeven moment, was die toch voorbij. Waar begon je toen daarna mee? Nou, toen ik kwam in Nederland, ik was nog even zanger. Ik heb nog een Nederlandse band gehad. We hebben plaat gemaakt en parodietaal gedraaid en noem maar op. En, maar toen moest ik de taal leren in Nederland, dus ik ging overal werken. En mijn geld was gauw op natuurlijk. Dus je ging hier en daar te werken om je geld te verdienen en de taal te leren en zo. En langzamerhand kom ik een familie tegen in de muziekbusiness. De familie van mijn bassist, een Nederlandse bassist. Die heette Doc Nanzink. En die vroeg me in de Jordaan te komen bij zijn ouders te logeren. Ja. Want ik had geen plekje, ik had niks, ik sliep op straat. Je sliep op straat? Ja. Zo ben ik in Nederland ook begonnen. Hoor. Ik sliep op straat. En toen zijn ouders, die hebben mij uitgenodigd. En daar ben ik gegroeid 2-3 jaar. En toen heb ik mijn ex-vrouw ontmoet, zeg maar. Ja. Een kind is geboren, is mijn dochter. En daar is de naam van geworden, Joito. Wanneer ben je nou in aanraking gekomen met kickboxing en dan in het bijzonder met de K1 sport? Nou, dat is wat ik. Daarom had ik het verhaal van die bassist, zijn familie die mij uitgenodigd bij hem in de Jordaan. Omdat dat was de familie Nanzink en die zoon van hem, die zat in de kickboxingwereld. En op een gegeven moment had ik een dochter gehad en zo, ik ging verhuizen en zo. Dus ik zat die mensen 10 jaar niet meer. En 10 jaar later, ik kwam hem tegen, die zegt, Clovis, ik heb een goede ding voor je. Waarom kom je niet een keer kickboxing gaan kijken? Voorzichtig zijn met de fietsers, laten we die... Oh, die gaan achterlangs, ook goed. Ga verder, Clovis. Toen zegt hij, waarom kun je niet met mij een thaiboxing gaan kijken in Jap Edenal in Amsterdam? Ik zei, hij is niks voor mij, ik zit toch in rock'n'roll en zo. Ze zei, nee, moet je echt kijken. Nou, toen ging ik kijken met hem en na de gala zegt hij, hey, wat denk je dan? Nou, ik zeg, dat is het, dat ga ik doen.
Ja. Daar ga ik erin. Maar niet zelf als bokser, je dacht van ik ga het managen? Ja, als manager, want ik was inmiddels al bijna 30 jaar geworden. Ja. En ik vond het zo te gek. Ik denk, nou weet je wat, ik rook tegen zo, sigaret en zo. Ik denk, nou, dat is een goede gelegenheid om te stoppen. Ja. En gewoon conditie doen en gewoon even trainen wat me lukt. En langzamerhand, toen ik in rol was, ik kwam verder, want ik spreek de taal Frans vloeiend natuurlijk. Dus ik had een idee om Nederlanders mee te nemen in Frankrijk. Vechters. Vechters, ja. En op dit moment had ik een paar goede jongens in Nederland gevonden. En ik nam ze mee in Frankrijk. Kun je een paar namen noemen, zodat de mensen een beetje een idee hebben? Wie heb jij onder je hoede gehad? Welke bekende vechters? Nou, de allerbekendste is Rob Kamman natuurlijk, uit Amsterdam. Ja. Ramon Dekker, die was uit Breda. Brian Peters uit Purmerend of Eruwaard of zoiets. Ik heb Holland de Wit gemanaged, ik heb veel Frans gemanaged, ik heb nou, later natuurlijk, toen ik ging in Japan met buiten de kickboxing, dus in Free Fight, ja. Dan ging ik met Sammy Schild. En dus Sammy Schild, natuurlijk toch drievoudig wereldkampioen K1, hè? Ja. Iedereen met zijn naam. Ja, iedereen noemt mij mijn killer, maar dat is een schat voor een jongen. Welke tijd hebben we het nu over, dat jij manager was van die kampioenen? Nou, ik ben nog niet gestopt. Ik ben nog steeds manager. Maar toen ik begon met K1 in Japan en Pancras in Japan, dat was in 1991. Toen heb ik ook de naam bedacht met meneer Ishii van de K1 in Japan, welke naam zouden wij gebruiken en zo. En ik heb over 10 jaar geleden, ja, ongeveer 10, 15 jaar geleden. Maar ik ben nog steeds bezig en nog steeds bezig met Amerika momenteel. Ja, en dat prijzengeld, hè, waar het dan om gaat bij die K1 sport bijvoorbeeld. Ja. Jij als manager, kun je dan ook stellen dat je daar zelf ook een klein fortuin aan kan overhouden? Ja, nou dat is namelijk zo. Ik wil niet zeggen dat ik de enige ben, maar volgens mij wel. Ik ben de enige manager die geweest is, die vechters houden bij me. 15 jaar lang, hè, zonder contracten. Mm-hmm. En dat gebeurt nou niet meer. Nu zou ik ook niet meer doen. Ja. Maar heb je er wel wat aan overgehouden destijds? Ja, destijds wel, maar niet zoveel. Omdat ik kan rustig zeggen, ik nam met 20% commissie, iedereen mag rustig wetten. En dat vind ik in feite puur normaal en dat vind ik niet veel. En dat vind ik, want je moet niet rekenen, die jongens die moeten vechten, maar je moet de marketing achteraf doen. En zonder de manager, dan komt die vechter ook niet. Maar de manager, die kan ook niets doen als ze een goede vechter niet heeft. En we even dus over dit hekwerkje heen stappen. En trouwens vind je het ook niet heel knap hoe de cameraman Bart zo naar achteren loopt, maar op een gegeven moment niet verder kan, want er staat een hek achter hem. Ja, precies. Nou, hij doet zijn best. Hij doet zijn best. Pas op, gevaar. Clovis, hier komen we niet veel verder. We gaan eventjes weer teruglopen. Ja. De cameraman heeft zich intussen even omgedraaid. Natuurlijk behoorlijk vermoeiend voor hem, maar Bart is toch een sterke cameraman. Komt wel goed. Ja. Waar waren we gebleven, Clovis? Nou, waar waren we gebleven? Nou, dat is het verhaal weer. Over vechten, semi-schreeuwen, ja, de vechters ja. Die gingen naar Japan en Amerika en zo. En dat is zoals ik het zei, ik ben iemand die manager is. Mm-hmm. Ik ben geen promotor, alleen manager, professioneel manager van professionele vechters. En, maar dat is wel zo dat je ontdekt ook jongens, vechters, die aan het begin fase zijn van vechten. Je ziet de toppers, maar veel mensen vergeten, voordat ze daar aankomen, ja. Hebben ze jaren achter de rug. Dat ze keihard gewerkt hebben. En toen beginnen ze de eerste partijen, C-klaas en B-klaas en A-klaas. En daarna pas als je zoveel partijen hebt in zoveel jaren, dan word je gewoon door je winst, door je de victory, door de partij dat je gewonnen hebt, dan word je gewoon gewaardeerd door het publiek. En, omdat het publiek die kiest meestal de kampioen. En niet een manager of niet... Maar jij bent wel een van de meest herkenbare managers in dit wereldje, denk ik, hè? Alleen al vanwege je naam, de Don Clovis. Iedereen kent die naam wel in dat wereldje. Vanwege je stijl van kleding. Meestal draag jij een rood shirt eigenlijk onder je pak. Dat is ook een beetje je stijl, hè? Vandaag even niet, maar... Nou ja, ik heb meestal een rode stropdas. Dat heb ik altijd gehad. Ja, een rode stropdas, dat was het. Maar dat is een verhaal over. Omdat ik draag het niet meer, minder, zeg maar. Sinds dat een keer twee goede vrienden van me, Peter Raats Peter Smit, ja. Die mij vastgepakt hadden in de Gala in Amsterdam. Wie zijn die twee? Wie zijn die twee? Dat zijn twee vechters of zo? Ja, dat zijn twee beroemde vechters. Peter Smit is helaas overleden, maar dat was een hele goede topper. Ja. In thaiboxing, kickboxing of zakelijk.
En Peter Ras, dat is ook de winnaar van de Kewan een paar keer geweest. Ja. En dat is een hele goede vriend van me. En dat is een toffe jongen. En daarom die twee hadden ze mij vastgehouden achter de stoel. En dus Peter Ras had een schragen gepakt en mijn stropdas geknippen. Dus ik heb een half stropdas rooien dus. Ja. Maar ja, kijk, kwaad worden of noem maar op. Wat deed ik? Ik deed gewoon met die twee strukjes stropdas gewoon een strikje. En dat was het. Dus, maar dat zijn gewoon, kijk, vechten is niet alleen vechten, maar buiten de ring, dat zijn gewoon allemaal toffe jongens. Ja, dat zijn ook gewoon mensen natuurlijk in die zin, hè? Ja, dat is ook zo. Hey, ik wil eventjes, we hebben maar 15 minuten, Clovis, dus we moeten ook eventjes het volgende onderwerpje gaan aantikken. Ja. Jij bent nu ook bezig met de productie van films en je hebt zelfs al één film geproduceerd. Niet in Nederland, maar in Hollywood. Ja, wij hebben de film geproduceerd Honor in Amerika. En dat vechtsporters. Dat is met martial arts, actiefilm, martial arts. En met acteur als Russell Wong. En toen heb ik bedacht om Remy Bojanski van de K1 ook in de film te gooien, zeg maar. Om een test te doen voor hem. Dat was goed voor ons en goed voor hem. En hij deed perfect. En met Russell Wong, dat is ook niet mis. Ja. En daarnaast hadden wij Linda Park van Star Trek en Jurassic Park 3. Hoe kom je nou zo daar in Hollywood terecht dan? Ah, het is een lang verhaal. Vertel het even in één zin. Ik babbel graag en ik heb ontzettend veel connecties. En door mijn connecties heb ik in Amerika ontzettend veel contacten, dus ook met filmwereld. Kun je die film noemen? Dan kunnen ze misschien in de videotheek vinden, de kijkers. Ja, de film is nu in de videotheek in Nederland. Dat is Honor. Ja. H-O-N-O-R, door mijn accent. Ja. En met Remy Bursky van de K1, met Don Fry van de UFC. Hey, en als die mensen dan toch in de videotheek zijn, moeten ze ook even kijken naar Joyride. Met actrice Georgina Verbaan. Want daar speel je ook een klein rolletje in die film, hè? Ja, ik ben de boswachter. De ene die wordt vermoord. Maar ja, vermoord worden dat drie schoenen lijken mij, dat vind ik prima. Ja. Peggy Freyan, Georgina Verbaan, Tycho Grenant zit ook in die film. En, ik heb de film gezien en jij speelt gewoon een beetje de Franse boswachter eigenlijk, hè? Ja, Franse taler. En Franse taler, en voor mij dat is het beste toch. Want dat was eigenlijk ook je acteerdebuut in één keer. Ja, dat was de eerste goede rol die ik had. Ja, behoorlijk gevorderde leeftijd al dat je acteerdebuut maakte. Ja, maar je moet niet vergeten, eind van dit jaar word ik 62. Ik train nog steeds thaiboxing, dus moet ik toch verder gaan, hè? Maar je bent nog steeds aan het trainen ook zelf? Ik ben nog steeds. Het laatste keer was gisteravond. Ja. Bij Jim van de Vathorst in Amsterdam. Hoe is je conditie? Heel goed. Ja. Moet je hem komen proberen. Wat is het geheim van je goede conditie? Nou, ik rook niet. Ik drink geen alcohol. Ja. Ja, de rest doe ik het wel. Maar wat is je geheim van je enthousiasme? Ja, ik doe alles wat ik van hou. Ook als je... Kijk, veel mensen die doen iets dat ze ervan houden, maar ook om geld te verdienen. Ja. Ik hou van geld te verdienen, maar het hoeft niet per se zo zijn. Je moet iets kunnen doen dat je echt van gek bent. Is dat je gewoon voor gaan. En dat ben ik zo. Ik hou van film, muziek en sport. Dat zijn mijn drie dingen. Maar nummer 1 is mijn eigen dochter. Dat is mijn nummer 1. Hey, ik moet even bij de laatste vraag terechtkomen. En daarmee wil ik ons gesprek beëindigen. Ja. Wat is jouw motto? Waar doe je het voor het leven? Nou, doe maar wat je zin in hebt, wat je echt gaat willen doen. En denk niet aan geld en dit en dat. Doe maar gewoon. Als iedereen die zou doen wat hij echt wil doen, en ook als je geen background hebt, dan moet je doen. Dan kan je succes krijgen. Maar ik heb nooit geleerd acteur te worden, of producer te worden, of noem maar op, of promoteur te worden, of manager te worden. Je doet het gewoon. Niet dromen, maar doen. Ja. Ik zeg altijd, je moet van je dromen een realiteit van maken. Ja. En dat probeer ik te doen. En dat nu toe is weggelukt. Ik wens je verder veel succes, Klaus. Dank je wel. Dank u wel voor het gesprek.